De man die vorige maand bij een crash op de A2 vlak voor afrit Hilversum en Loosdrecht twee mensen doodreed, veroorzaakte eerder al minstens 3 ongevallen. Bij het ongeluk kwam de 38-jarige man uit Vianen zelf ook om het leven. Door fouten van de politie kon de man volgens de krant zijn rijbewijs behouden. Bij tenminste een eerder ongeval was volgens de politie waarschijnlijk sprake van een epileptische aanval. De man reed in september 2016 in op een file bij knooppunt Oude Rijn. Zijn rijbewijs werd toen afgepakt, maar de politie maakte geen procesverbaal op, waardoor het OM en de rechter geen oordeel velden over zijn rijbewijs. De man kon daarom, nadat hij een half jaar geen epileptische aanval had gehad, zijn rijbewijs weer aanvragen en kreeg dat na medisch onderzoek ook terug van rijbewijsinstantie CBR voor een periode van 2 jaar. Ook vorig jaar was de man nog betrokken bij een ongeval, toen op de A28 in de buurt van Hattem. De politie Oost-Nederland bevestigt dat toen opnieuw een fout is gemaakt, ditmaal door het rijbewijs van de man niet in te vorderen. Daardoor kon het CBR niet opnieuw bekijken of de man wel een rijbewijs mocht hebben. De politie zegt de gang van zaken van toen te evalueren, om ervoor te zorgen dat dit niet nog eens kan voorkomen. Bij een ongeluk op een bouwplaats aan de Oud-Loosdrechtse dijk is 30 oktober een bouwvakker overleden. Dat bevestigt de politie. Het ongeluk gebeurde op het bouwterrein van de Porseleinhaven, het beoogde nieuwe dorpscentrum van Oud-Loosdrecht. Daar worden momenteel huizen gebouwd. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend. Behalve een ambulance, politie en brandweer werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer bleek niet meer te redden. De politie en de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de arbeidsinspectie, doen onderzoek op de bouwplaats. De officier van justitie eist celstraffen tot 7 maanden tegen 2 mannen wegens zwendel met vliegtuigtickets. Het duo, een 47-jarige man uit Hilversum en een 50-jarige man uit Zaandam, worden ervan verdacht 251 mensen te hebben opgelicht met vliegtickets die niet geldig waren. De oplichting gebeurde tussen oktober 2014 en augustus 2015. De mensen die hadden geboekt via de site zonvlei.nl betaalden de tickets vooraf en kregen het vervoersbewijs vervolgens per e-mail toegestuurd. Alles zag er professioneel uit en de tickets leken echt, maar bleken vals. Het ging met name om reizen naar Turkije. De schade van de zwendel bedroeg in totaal €230.000. Een waar spektakel afgelopen weekend op het water tussen Muiden en Pampus. Honderden sloeproeiers deden mee aan de race Muiden-Pampus-Muiden, de finale van het sloeproeiseizoen. De sloeproeirace kan elk jaar weer rekenen op honderden toeschouwers langs de kant. Vooral het te water laten van de boten en de verschillende starts van de races trekken stevast veel bekijks. Het weekend ervoor waren er ook al de hardzeildagen, grote zeilboten die naar Pampus racen. De tweede dag van het evenement moest overigens worden afgelast wegens de harde wind. Gordon probeert vanaf volgende week voor de 3de keer zijn villa in Blaricum te verkopen. In 2016 bood Gordon zijn villa aan voor een kleine 3 miljoen. Naar verwachting zal dat nu meer zijn. Goedemorgen vanuit eigen zwembad in Blaricum. Met een heel mooie Cape Town op de achtergrond. En de gym daarachter. Een baantje aan het trekken. Ik heb enorme spierpijn. Het is een beroemde zwembad waar al die feestjes hebben plaatsgevonden. In die early days. Maar nu een ander leven dus. Ook leuk. Maar ik ga mijn huis verkopen. En tijd voor verandering. Dus ook tijd om het verleden achter je te laten. Dus een nieuwe start in een nieuw huis. Dus hij staat te koop vanaf volgende week. Bij makelaars Forma en Woog. En als je het nou eens op hebt liggen, dan weet je een paar uur.